Bij het duel tussen Jong FC Groningen en Jong Heracles Almelo zien we op Sportpark Corpus den Hoorn een oude bekende aan de kant van Heracles. Aanvoerder Jeroen Veldmaten doorliep de gehele jeugdopleiding van Groningen en keert met Heracles dus terug op de plek waar hij jarenlang voetbalde. Toen ik vanochtend wakker werd, toen had ik wel echt zoiets van, we gaan weer terug naar het oude vertrouwde Corpus. En als je daar vanaf je negende loopt, tot je achttiende. Want vanaf mijn achttiende kwam ik dan bij het eerste, maar speelde ik ook nog geregeld hier. Ja, en je ziet toch steeds dezelfde mensen lopen als toen. Ja, dan kan ik niet ontkennen dat dat bijzonder is. Ja. Holla, naar de kant. Jeroen Veldmaten, zijn vervanger. Veldmaten debuteerde in het seizoen 2007-2008 in het eerste elftal van FC Groningen. Hij speelde in totaal 17 duels voor de FC. Op 22 mei 2011 speelde hij voor het laatst voor FC Groningen als invaller tegen zijn huidige club Heracles. Andersson eruit, Veldmaten erbij. In het seizoen 2011-2012 maakte Veldmaten de overstap naar Sparta Rotterdam, waarna hij in de zomer van 2012 koos voor Heracles. Daar raakte hij na een paar maanden geblesseerd aan zijn hiel. Ik ben 7 tot 8 maanden geblesseerd geweest. Alleen dan onderschat je eigenlijk nog wat de nasleep ervan. Ik voelde in de voorbereiding me ook fit. In ieder geval, de voet deed geen pijn meer. Alleen de echte scherpte die ontbreekt dan nog. Ja. En het wedstrijdritme, dus dat is weer aardig aan het terugkomen. Het lijkt erop dat Veldmaten zijn ontwikkeling als voetballer weer door kan zetten en dat hij weer kan gaan denken aan een vaste plek in de eerste selectie van Heracles. Dat je ook voornamelijk weer onderdeel van de groep bent en weer wat minuten gemaakt ook in het eerste. Dus dat gaat nu de goede kant op en die lijn moet ik doortrekken. En het verleden laten we maar voor wat het is. De volgende stap is dus een basisplaats in het eerste? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Ik ben daarvoor naar deze club toegekomen om weer een stap te maken vanuit Sparta. En dat was de eerste 2 wedstrijden ook zo, alleen daarna ging het mis en de hele tijd uit de picture geweest. En met de blessure, een hele lastige blessure ook, en ja, nu voel ik me eigenlijk weer echt terug. Ondanks de zware blessure van vorig seizoen heeft Veldmaten geen spijt van zijn keuze voor Heracles Almelo. Je begrijpt natuurlijk wel dat het vorig jaar wel een lastige periode was, want hoe je het went of verkeerd, je komt toch wat buiten de groep te staan. En jongens gaan trainen, jij gaat het krachthonk in. En als dat 7-8 maanden duurt, dan is dat wel heel lastig. Maar het gaat steeds beter en beter. En je komt meer onder de jongens en je leert jongens beter kennen. Dus dat gaat de goede kant op. Het spelletje wat Heracles speelt. Heracles wil altijd voetballen. Past dat ook goed bij jou? Ja, dat past wel goed bij mij. Al moet ik wel zeggen dat het wel iets anders is vergeleken met vorig jaar. Toen Peter Bos de trainer was. Die legde de nadruk er heel erg op. En speelden we af en toe bijna het hele seizoen ook wel eens met 3 verdedigers en 4 middenvelders. Dus dan was het helemaal het middenveld zoeken, daar de vrije man creëren. Nou, deze trainer die wil ook voetballen, alleen die legt de nadruk ook iets meer op het teamgebeuren. Dat we wat minder kwetsbaar worden. En dat past wel bij mij.